Ja, goedemiddag. Mijn naam is Erik van Oudenalder. Inmiddels alweer bijna 15 jaar werkzaam voor de firma Jaga. En ik ga jullie vandaag meenemen in een verhaal over light en deep cooling. Ja, en dan begin ik al met iets wat al bijna 100 jaar bestaat. Het Mollier-diagram. Richard Mollier heeft namelijk begin 1900 onderzoek gedaan naar thermodynamica. En onder andere in een grafiek een aantal lijntjes aangegeven, genaamd enthalpie. En daar maken we heden ten dagen nog steeds gebruik van. En middels deze Mollier-diagram of HX-diagram zal ik jullie proberen mee te nemen in dit onderwerp. En daar het verband proberen aan te geven tussen light en deep cooling, zoals we dat bij Jaga benoemen. Maar er staan een aantal zaken op. Aan de rechterkant zien we de relatieve vochtigheid van de lucht. Dus de hoeveelheid vocht die in de lucht zit in percentage. En links zien we de ruimtetemperatuur. En willen we nou kunnen bepalen of er nou condens of geen condens ontstaat, of hoeveel vermogen erin zit om van damp naar condenswater te gaan, of heel veel berekeningmethodes, wordt er gebruik gemaakt van deze grafiek. En het meest eenvoudige voor ons is gewoon eventjes twee lijntjes te volgen om eventjes te bepalen van werkt dit. Heden ten dagen kan je dit ook gewoon installeren op je telefoon. Dan zal je geen grafiek zien, maar dan krijg je gewoon een app. En dan geef je gewoon de waardes in. Dan geef je de zin voor joh, ruimtetemperatuur bijvoorbeeld 27 graden. En in dit geval, als we dan de lichtblauwe lijn van 27 graden links volgen naar de kromme lijn van 60 graden relatieve vochtigheid, dan zien we dat die daar ergens een kruising maakt. Dus bij 27 graden en 60% relatieve vochtigheid. Als we daar loodrecht naar beneden gaan, naar 100% luchtvochtigheid, oftewel condenswater, dan kunnen we weer op de horizontale lijn uitlezen wanneer dat condenspunt bereikt is. En dat is in dit geval dus onder de 18 graden. Dus bij een ruimtetemperatuur van 27 graden en relatieve vochtigheid van 60 graden zal met deze uitlezing van deze grafiek condenswater gaan ontstaan onder de 18 graden. Wij als Jaga hebben dat opgedeeld in twee groepen. Oftewel deep cooling, condenserend koelen of light cooling, niet condenserend koelen. Omdat de markt daar ook naar vraagt. Enerzijds krijgen we te maken met woningen die nu voorzien worden van een warmtepomp waar we koud water mee kunnen rondpompen. En de wens is om bijvoorbeeld ook met vloerverwarming, vloerkoeling te gaan koelen. Alleen hetzelfde als wat wij hebben, is als je dus onder het condenspunt gaat koelen met een vloer, dan zullen daar plassen water ontstaan. En dat willen we niet, want dat is, daar glij je op uit of de houten vloer gaat kapot. Dus dat is eigenlijk in feite niet condenserend koelen, wij noemen dat bij Jaga light cooling, boven het condenspunt. Maar er zijn ook omstandigheden dat we zeggen, nee, we willen echt koelen, we willen ontvochtigen en we willen diep koelen. En dan gaan we bewust onder dat douwpunt zitten. Dat zal dan 16, 17 of 18 graden of lager zijn. Gevolg is dat er condens ontstaat. Dat condens moet opgevangen worden en afgevoerd worden middels een stank afsluiten op het riool. Maar daar is deze grafiek dus voor. Om nou te bepalen van hoeveel koelvermogen we nodig hebben in een woning. Gaan we even naar de volgende dia. Daar zou je dus een koellastberekening voor kunnen maken. Als we praten over verwarming maken we een transmissieverliesberekening. Hoeveel warmte van binnen verliezen we op de gevel en de ramen naar buiten en de daken en de plafonds. Een koellastberekening is een beetje omgekeerd. Dus waarnaar gekeken wordt is naar de kubieke inhoud van de ruimte. De ontwerptemperatuur. Willen we een ruimtetemperatuur bereiken van 4 of 25 graden. Dat zijn meestal de temperaturen die voor een koelastberekening ingezet worden. Wat is de isolatiewaarde van het pand? Hoe ziet die schilder uit? En hoeveel warmte komt er van buiten binnen? Dus niet van binnen naar buiten, maar van buiten naar binnen. Dat heeft eigenlijk ook hetzelfde met de infiltratie en de beschaduwing. Dus infiltratie is hoeveel warmte komt er door de glasoppervlak naar binnen? En hoeveel zonwering of schaduwwerking van bomen kunnen we opwerpen om te zorgen dat die woningen of die kantoren niet erg ongenaam opwarmen.
We weten wel, als we in een serre gaan zitten achter het glas, helaas historica gesloten, maar echt zo'n lekker plekje waar je zit, daar kan je midden in de winter met een klein beetje zon kan je perfect warm zitten. Dus ja, dat willen we voorkomen in feite in onze woningen en onze kantoren. Wat is de interne warmtelast? Interne warmtelast is het aantal personen in de ruimte die allemaal warmte uitstralen. Ongeveer 100 watt per persoon. Maar ook de computers, de printers, de koffiemachine, de televisies. Alles wat maar in die panden aanwezig is, produceert warmte. En om te voorkomen dat die temperatuur in die ruimtes oploopt, moeten we dus dat compenseren middels koeling. En de luchtvochtigheid is ook een graadmeter voor de koellastberekening. En het resultaat wat uit zo'n koellastberekening komt, is het koelvermogen wat we moeten gaan installeren. En vaak kijken we dan naar het totale geïnstalleerde koelvermogen wat noodzakelijk is om die ruimte, als het buiten 35 graden is, bijvoorbeeld 25 graden te kunnen maken. Met die omstandigheden die net omschreven zijn, infiltratie, isolatiewaarde en dergelijke. Dat komt eigenlijk steeds vaker voor. In de luxe bouw, luxe woningen wordt nu toch steeds vaker worden onze koellastberekeningen aangereikt. In de utiliteit is dat eigenlijk standaard, omdat je daar natuurlijk met nog veel meer facetten te maken hebt met hoeveelheden mensen en groepen mensen die je in ieder geval een comfortabele ruimte wil geven. Er zijn ook nog wat simpelere mogelijkheden, bijvoorbeeld een benaderingsmethode. Dit is zo'n grafiekje met een benaderingsmethode waar gekeken wordt naar de isolatieklasse van een pand. Bijvoorbeeld matig geïsoleerd met niet al te grote ramen. En dan zie je dus dat bij een ruimte van ongeveer 25 vierkante meter, dat is de derde kolom van links, en klasse 2, dat je ongeveer een 1650 watt aan koelvermogen moet installeren. Er zijn ook installateurs die inmiddels al ervaring genoeg hebben en die zeggen, joh, als we nou een 80 tot een 100 watt de vierkante meter kunnen koelen, dan voldoe ik wel aan de wens. Dus dat zijn wat benaderingsmethodes. Vloerkoeling trouwens eventjes, gewoon even steek onder water, geeft ongeveer 20 watt de vierkante meter aan koelvermogen. Dus ten opzichte van de wens van 80 tot 100 watt de vierkante meter moet je dus nog wat extra's doen. Nou, waar komt dat koude water nou vandaan? Dat komt bij de opwekker vandaan. We hebben vorige week samen met de firma Niebe warmtepompen hebben we een webinar gegeven vanuit de studio. En daar bleven eigenlijk een tweetal types warmtepompen over die koud water kunnen produceren. De eerste is passief koelen vanuit een bron. Als je vanuit een bron warmtepomp, vanuit de bron koud water omhoog pompt, dan zal dat in het begin van het seizoen ongeveer 10 graden koud water zijn. En gaandeweg het seizoen zal die temperatuur iets oplopen. Maar daar kan je dus passief, zonder echt extreem veel energieverbruik, kan je dus koud water rondpompen. Eigenlijk alleen maar een distributiewarmtepompje. En ga je middels een compressor, oftewel een luchtwaterwarmtepomp of een bronwarmtepomp waar je de compressor in zet, koud water produceren. Dan heb je dus elektrische hulpenergie nodig om dat te maken. En dat noemen ze dus actief koelen. Bij Jaga hebben we dus eigenlijk het onderscheid tussen light en diepkoeling. Maar dat had dus weer te maken met dat condenspunt. We hebben twee icoontjes voor. Dus verwarmingsicoontje, rode vlammetjes, dat is verwarmen. Of lage temperatuurverwarming. Een donkerblauw icoontje met een koelkristalletje is diepkoeling. En een lichtblauw verwarmingsvlammetje is lightkoeling. En dat wordt eigenlijk gewoon random in onze documentatie en in onze presentaties weergegeven. Dus daar kan je in feite al direct zien, is dit toestel geschikt voor condenserend koelen of juist niet. Dergelijke afgiftesystemen zijn ook bijna standaard voorzien van een ventilator. Niet allemaal. We zouden een koelbalk kunnen maken aan het plafond waar gewoon op een statische manier koude lucht uitvalt. Maar die wordt dus niet gestuurd. Maar de meeste systemen zijn ventilator gedreven. En een ventilator maakt geluid. En er wordt natuurlijk vaak gevraagd, hoe zit dat dan met het geluid? Nou, de ontwerpeisen voor geluid die staan ook in het bouwbesluit. En in een aantal ISO-documenten.
En een van die eisen is dat per toestel niet meer als 30 dB aan geluidsdruk geproduceerd mag worden in een woonomgeving, in een verblijfsruimte. En in de utiliteit, in de kantoren en scholen is het vaak 35 dB. Het kan specifiek aangepast worden dat de gebruiker, opdrachtgever zegt, joh, ik wil het lager hebben of het boeit me niet. Maar geluid is in feite, is dat gewoon in het bouwbesluit omschreven waar je aan moet voldoen. Maar wat is nou die 30 dB aan geluidsdruk? Nou, dan moeten we even terug naar waar dat geluid vandaan komt. Dat komt bij de bron vandaan. En het geluidsvermogen van een toestel of van een instrument, dat kan je meten. Dus dat wordt in een geëikt laboratorium, bijvoorbeeld bij Peutz, gemeten. Die meten dat geluidsvermogen. En dat wordt dan opgegeven. Eigenlijk wordt het geluidsdruk gemeten, maar dat vertalen ze naar geluidsvermogen. En daar krijgen wij een rapport van. Dat geluidsvermogen publiceren wij in al onze documentatie. En daar kan je mee gaan rekenen. Wat houdt dat in? Als je weet wat het aan de bron is, hè, dus het geluidsvermogen is, kan je dus in een ruimte met een kubieke inhoud van en een nagalmtijd uitrekenen wat dan uiteindelijk de meten geluidsdrukwaarde zal zijn. Die geluidsdruk die mag je alleen maar meten met geëikte geluidsdrukmeters. Ja, dus het heeft geen zin om dat met een iPhone of met een ander soort telefoon te gaan doen. Die wijken te veel af. Maar een echte geluidsdrukmeter kan je de geluidsdruk meten. En dan moet je ook nog weten onder wat voor condities. Dus op een meter afstand, op een bepaalde hoogte. Dus daar zijn wat voorschriften voor. Wij publiceren dus geluidsvermogen en we geven in een kolommetje geluidsdruk weer met dubbele puntjes of uitroeptekens voor jou dat dit een hercalculatie is nagelang de ruimte inhoudt met een nagalmtijd. En dan heb je ongeveer indicatief wat het zal zijn. Maar we gaan natuurlijk wel prat in Nederland op voor jou, dit mag niet meer geven als geluid als zoveel. Dus dat geldt zelden voor de buitenunits van de warmtepompen. En we weten natuurlijk heel goed hoe het in de wet staat, maar hoe je het moet meten, dat is weer een andere. Wil je appels met appels kunnen vergelijken, is de LIAC-waarde een hele goede. En die LIAC-waarde die, is eigenlijk een formule waar je dus de kubieke inhoud van de ruimte invult, de geluidsvermogens invult, de nagalmtijd invult. En kan je dus van verschillende merken of van verschillende types geluidsdrukken met elkaar vergelijken. Dus als de geluidsdruk in een LIAC-waarde wordt opgegeven, kan je die van merk X met merk Y vergelijken. Als je niet weet wat de achterliggende waarden zijn, heeft het geen zin om geluidsdrukken van het ene toestel met het andere toestel te vergelijken. Hier komen we later nog even op terug, want dat staat ook in onze tabellen met de afgiftes en dergelijke. Er staan ook geluidsdrukken, maar onthoud die 30 en die 35 dB als zijnde het ontwerpniveau. Dan hebben we te maken met een regeling. En ons bouwbesluit uit 2012 is vorig jaar maart aangepast naar aanleiding van de Europese wetgeving EPBD 3. European Performance of Building Directive. En daar wordt omschreven dat een regeling per vertrek in de nieuwbouw en grootschalige renovatie een verplichting is. Ter voorkoming van onnodig energieverbruik. Opgroeiende kinderen thuis. Mijn dochter komt thuis om te studeren. En voorheen liep ze de woonkamer naar de kamerthermostaat. De kamerthermostaat kreeg een slinger. De hele woning wordt opgewarmd. En ze gaat vervolgens bovenop de slaapkamer zitten studeren. Nou, die nieuwe wet en regelgeving vertelt dat het een regeling per vertrek moet zijn. Dus in feite moet ze gewoon op haar slaapkamer een regeling hebben om alleen dat vertrek te kunnen verwarmen en zo min mogelijk energie te verbruiken. Die automatische aanpassing van verwarmings- of koelingsoutput moet dus plaatsvinden bij een wisseling van een binnentemperatuur. Welke systemen voldoen daaraan? Nou, als eerste een thermostatische radiatorknop, want die stel je in op een bepaalde temperatuur. En wordt die temperatuur bereikt, dan loopt die thermostaatknop dicht. En heb je dus een regeling op output, op verwarmingsvermogen. Een kamerthermostaat. Een kamerthermostaat gekoppeld aan een thermische motor. Precies hetzelfde. We hebben een wenstemperatuur en we hebben een gemeten temperatuur. En die motor die loopt het klepje dicht als de temperatuur bereikt is. En loopt weer open als de temperatuur nog niet bereikt is. Of gebouwbeheersystemen. Gebouwbeheersystemen in de vorm van domotica, maar ook grotere gebouwbeheersystemen. Maar dat is een regeling per vertrek.
En voor al je dynamische toestellen met light- en deepkoeling heb je dus ook een regeling nodig. Keuzes ten over. Wij leveren er een aantal zelf bij Jagen, maar dat werkgebied is heel groot. Er zijn heel veel andere merken die het ook leveren. Nou, hoe gaan we deze producten vinden bij Jagen? Nou, die zijn te vinden in onze catalogus of op onze website, jagen.nl. En hebben we eigenlijk in 3 hoofdgroepen ingedeeld. Het rode gebied, rood omlijnd, is statische radiatoren. Oftewel onze standaard convectoren en design radiatoren. En ik heb hier kleine lettertjes bijgezet vanaf een 45 graden. Dat is niet helemaal waar. Onze lage temperaturen convectoren doen het al met een overtemperatuur van 8 graden. Oftewel met 28, 30 graden zijn we al in staat om te verwarmen. Maar het verwarmend oppervlakte wordt dan heel erg groot. En dan is maar de vraag of we dan radiatoren kunnen maken die lang genoeg of hoog genoeg of dik genoeg zijn om die ruimtetemperaturen of dat verwarmingsvermogen te benaderen. Dus ergens rond de 40, 45 graden ligt een beetje het kantelpunt om te kiezen tussen een statisch afgiftesysteem op lage temperaturen en een dynamisch afgiftesysteem. Dan hebben we het lichtblauw omlijnde, wat we net geleerd was light cooling. Dus dat zijn onze Strada's hybrid, wandinbrouw hybrid, mini vrijstaand hybrid en de Klimacanon 08 en de Vetiga. En daar kunnen we dus niet condenserend mee koelen. Dus moeten we boven dat condenspunt gaan zitten. En je ziet ook dus bovenin dus dat rode en dat lichtblauwe icoontje. Gaan we naar het donkerblauwe omkaderde gedeelte, dan praten we over diepkoeling. Allemaal toestellen die voorzien zijn van een condensbak en condensafvoer. En daar kunnen we condenserend mee koelen. Zijn de Brisa 12, de Brisa 22, de Klimacanons 10, 13, 19 enzovoort enzovoort. Ik ga er een paar behandelen. En kijken of daar mogelijk ook weer vragen uitkomen. Als eerste vanuit light cooling de Strada Hybrid. Strada Hybrid is eigenlijk een opvolger van de gewone standaard Strada. Maar doordat deze voorzien is van activators, kunnen we dus hier ook koele lucht uitblazen. Dus we kunnen light cooling doen met een Strada Hybrid. We kunnen zeer lage temperatuurverwarming toepassen. 30, 32, 35, 40 graden aanvoertemperatuur. En we kunnen heel snel verwarmen. 4 tot 10 keer sneller als dat vloerverwarming ooit zou kunnen. Hoe ziet zo'n toestel eruit? Nou, in feite is dat een extra voorziening op de warmtewisselaar. Bij voorkeur een twin batterij, een 11 of een 16. En als we die voorzien van activators, van hybrid ventilatoren, dan kunnen we daar actief mee verwarmen en actief mee koelen. We zien dus een tiptoetsbediening, laag, midden en hoog. Rode ledjes en blauwe ledjes, nou, hetzelfde als de keukenkraan. Als die rood is, dan komt er warm water uit, als je hem goed hebt aangesloten. En uit de blauwe knop komt koud water, nou, dan gaan we koelen. En wij in Nederland leveren daar de Strada Automatic Exchange, Hybrid Automatic Exchange over voor. Dus hij kiest zelf op basis van de gemeten watertemperatuur of dat hij in de verwarmingscyclus of in de koelcyclus moet staan. Is het water standaard warmer als 28 graden, dan krijg je rode ledjes. Dan zijn we aan het verwarmen. Is het koeler als 24 graden, dan zijn we aan het koelen. En de middenstand, stand 2, komt overeen met 30 dB aan geluidsdruk. Nou, hier zitten we in zo'n afgiftetabelletje wat in de prijslijst staat. Een Strada Hybrid van 120 lang, 50 of 35 hoog. Hoogte maakt namelijk niet uit voor de hybrids. Alle afgiftes zijn niet afhankelijk van de hoogte. Zie je dus dat hij in stand 2 30 dB geluidsdruk levert. Dat is de grijze kolom aan de rechterkant. En in maximumstand gaat hij naar 44. Dus de installateur of de adviseur maakt de selectie op geluidsdrukniveau, zijn de 30 dB. Ongeacht het lengte van het toestel zijn ze allemaal door Jagen teruggeregeld naar die maximumwaarde. En we zien in de rode vakjes zien we niet meer de ketelwatertemperatuur van 80, 60 of 75. Maar we zien hier al de lage temperatuurverwarming 55, 45. Stadsverwarming zou dat ook kunnen zijn, 70, 40 is ook ongeveer die temperatuur.
Warmtepomptemperaturen 45, 40, 45, 35 of zelfs nog lager 35, 30. En daar maak je je selectie op. Op onze website zijn er ook nog selectietools te vinden dat je dat heel specifiek kan doen. Dus als je een ander regime hebt als wat hier staat, kan je dat ook nog heel specifiek uitzoeken. Ga ik nu overstappen naar fancoils. Wij maken een aantal type fancoils, genaamd de Brisa. Brisa 12 en 22 van de dikte van het toestel. De 12 is de meest slanke op dit moment. Er wordt geïngineerd aan een 0,8 die over een goed jaar zal verschijnen. Maar op dit moment hebben we de 12 en de 22. Allemaal in staat om condenserend te koelen en bij zeer lage temperaturen te verwarmen. En hoe ziet zo'n toestel eruit? Nou ja, die hebben we als wandopbouw of wandinbouw, plafondopbouw, plafondinbouw en in een tweepijps of een vierpijpsversie. Vierpijpsversie kom je nog wel eens een keer tegen in de utiliteit. Ik wil aan de noordzijde verwarmen en aan de zuidzijde van het pand willen koelen. In de woningbouw of in de andere mogelijkheden is het toch 80% van de tijd dat we changeover twee pijpsystemen hebben. Brisa is in twee hoogtes verkrijgbaar en in een viertal lengtes. En daar kunnen we dus light cooling mee toepassen. Niet condenserend koelen, als er wel deep cooling. En dat deep cooling dat komt omdat onze warmtewisselaar voorzien is van een hydrofoile coating. Condenswater loopt daar heel makkelijk vanaf. Want waar een condensdruppel zit, kan je dus niet koelen. En dat condenswater wordt in een condensbak opgevangen en afgevoerd middels een stankafsluiter naar het riool. En die condensafvoerleiding die moet dan ook nog op afschot liggen, want anders dan krijg je alsnog natte voeten. Als er één warmtewisselaar in zit, is het een tweepijpsysteem. Dan gaan we met dezelfde warmtewisselaar verwarmen en koelen. Is het een vierpijpsysteem, dan zit er een kleine warmtewisselaar voor verwarming in en een grote warmtewisselaar voor koeling. Onderin, achter een RVS-rooster, zit een tangentiaal motor, ventilatormotor. En die is in dit geval bij de Brisa 12 24 volt gelijkstroom. En nagelang een stuurspanning 0 tot 10 volt zal die een bepaald toerental bereiken. En wij geven dus de waardes van de vermogens, de afgiftewaardes, geven we dus aan in laag, midden of hoog. Of in een wat uitgebreidere versie zoals je hier ziet van 2, 4, 6, 8 of 10 volt. En ook hier geldt weer voor, ja, wat is de ontwerptemperatuur, wat is het stookregime, wat is het koelregime en wat is de geluidsdrukniveaus waar we rekening mee willen houden. En als je bijvoorbeeld zegt, joh, ik wil niet boven die 30 dB uitkomen, dan zie je dus al dat je hier niet verder als 4 volt stuurspanning aan kan geven. En ja, in het geval van 35 dB zal dat iets van 5,7, 5,8 volt zijn. En ook hier geldt weer voor ja, waar wil ik terechtkomen? Met welk voor regime? En hoe zit dat dan ook weer bijvoorbeeld met die flow? We zien donkerblauwe grafiek tabellen waar we dus diepkoeling doen. En daar dus condenswater ontstaat. En we zien lichtblauwe 17-19 regime. En ik geloof dat hier nog een klein foutje zit, Thomas, wat me nu opvalt. Want onze collega Lucien heeft het onlangs aangepast in de nieuwe catalogus. Daar staat nu 16-18 uit mijn hoofd gezegd. Die gegevens zijn gewijzigd inderdaad, ja, sinds 2021. Ja. Maar het maximale koelvermogen kan je dus bij 7 graden koud water, 12 graden retourtemperatuur bereiken. En dan zie je twee verschillen. Je ziet namelijk een totaal koelvermogen en een voelbaar koelvermogen. En eigenlijk de vraag terug aan jullie is, van waarom zit daar een verschil in bij deep cooling? Waarom zit er een verschil tussen totaal koelvermogen en voelbaar koelvermogen? Ik weet het antwoord en dat ga ik ook direct geven. Dat is in feite de latente koelvermogens. En wat is latent? Dat is de energie die nodig is om van damp condenswater te maken. Dus het verschil bij deze Brisa 12 van 1,25 meter lang op 4 volt. 1387 watt koelvermogen bij 712 totaal. En 993 voelbaar. Een kleine, ja, 390, 395 watt aan verschil, is in feite de energie die nodig is om van damp
condenswater te maken. Maar je zal daar dus rekening mee moeten houden als zijnde bron. Want je wil bijvoorbeeld een bepaalde ruimte kunnen afkoelen. En dan wil je toch wel weten of je, komt die koelvermogens dan wel in die ruimtes terecht. En deze grafieken, dat staat ergens in de kleine lettertjes bij, is bij een relatieve vochtigheid van 50%. Als je de selectie toepakt, kan je dat heel specifiek zelf nog ingeven. Dan hebben we te maken met een regeling. Nou, de Brisa's zijn 24 volt, Brisa's 12 zijn 24 volt gelijkstroommotoren, 0 tot 10 volt aanstuurbaar. Waar haal ik die 0 tot 10 volt vandaan om dat toerental te bepalen? Dat kan enerzijds een gebouwbeheersysteem of een domotica systeem zijn, wat dat regelt. Dat kan een ruimteregeling zijn, die op basis van de ruimtetemperatuur en de gewenste temperatuur een klep opent, maar ook het toerental, het voltage bepaalt. Of dat kan een Jager Dynamic productcontrole zijn, een tiptoetsbediening, waar achter de laag, midden en hoog tiptoetsen een bepaald voltage hangt. En dan is vaak ook weer standje 2 weer 30 dB. Hoe werkt dat in praktijk? Nou, dit is een elektrisch schakelschema. Wat ik al zei, de primaire spanning van die Brisa 12 en van de ruimtethermostaat en van de JDPC tiptoetsbediening is 24 volt gelijkstroom. Dat komt ergens uit een trafo, uit een voeding. Dat kan een dingrailvoeding zijn, maar dat kan ook een spatwaterdichte snoervoeding zijn. Die 24 volt die gaat zowel naar de Brisa als naar de ruimtethermostaat als naar de thermische elektrische motortjes. En de 0 tot 10 volt worden door de ruimteregeling of door de JDPC regeling gestuurd naar de Brisa. Dus als er een koelvermogen gevraagd wordt of een verwarmingsvermogen gevraagd wordt, stuurt de kamerthermostaat of de JDPC de ventilatormotor aan en stuurt een klep open. Dus dat is het verhaal. Op het moment dat JDPC is, dan kunnen we geen klepsturing doen. Dat kan alleen vanuit de kamerthermostaat. Dus daar moet ik wel even duidelijk in zijn. Ja. Dan hebben we op verzoek van velen hebben we gezegd, ja, kan dat nou niet eenvoudiger? Want we willen niet overal ruimteregeling of ingebouwde thermostaten. Kunnen we die tiptoetsbediening nou niet op een andere manier gebruiken? En bij de Strade Hybrid verkopen wij een Heijmeijer thermostaatknop. Die geschikt is voor heating en koeling. Oftewel regelbaar op verwarmingstemperatuur en vrij te geven voor koelvermogen. En stel dat we nu die Brisa uitvoeren met een tiptoetsbediening JDPC. Zoals we dat zien. Dan krijgen we dus een Heijmeijer HC knop voor verwarmen en koelen. Een tiptoetsbediening voor laag, midden en hoog toerental en een voeding. En als we dat samenbouwen bij Jaga in één toestel, dan noemen we dat de Brisa 12 Rad. En dan heb je eigenlijk een soort plug-and-play radiator waar je mee kan verwarmen, waar je mee kan lightkoelen en waar je mee kan diepkoelen. En dan ga ik verder naar een wat dikker toestel. Dan praten we over de Brisa 22. Ook weer verkrijgbaar als wandinbouw en wandopbouw. Plafondinbouw, plafondopbouw. Twee pijps en vier pijps systeem. Alleen echter één hoogte. Dus maar één hoogte van toestel. Maar wel hebben we weer te maken met vijftal lengtes. En hij is 22 centimeter diep. Dus het is een wat dikker toestel. Dan hebben we wat keuzes uit de manier waarop recirculatielucht in het toestel komt en uitgeblazen wordt. En dat heet dan bottom-top, front-top, front-front of bottom-front. Er zijn wat variaties, even afhankelijk van hoe je het toepast. Zet je hem op de grond, hang je hem wat hoger, plaats je hem in het plafond, plaats je hem in een vensterbank. Dat is allemaal uit te engineeren. Vermogens per toestel, daar zit geen verschil in de werking. Maar wel dus de lengtes. Grote verschil met de Brisa 12. Ja, vooral dikker. En dat de EBM PAPS motoren onderin 230 volt zijn hier in Europa. En in Canada, Noord-Amerika 115 volt. Ook net als de Brisa 12 een 3/4 eurocone aansluiting. Dat heeft alles met vermogens te maken. Want als dat een kleine diameter zou zijn, dan kunnen we de grote vermogens van 4 tot 10 kilowatt niet uit het toestel krijgen. Hydrofiele coating van de warmtewisselaar.
een condensopvangbak met een condensafvoerpijpje. En elektrische aansluitingen om dat toestel te laten functioneren. Dus daar is altijd stroom en stuurstroom voor nodig. Als we de Brisa 22 bijvoorbeeld willen wegwerken in een wand of in een plafond, omdat we hem onzichtbaar willen maken, neem een hotel bijvoorbeeld, boven de ingangsdeur in het verborgen plafonnetje zouden we op deze manier iets kunnen doen. Hebben wij in- en uitlaathoekstukken, we hebben inblazen roosters, al dan niet voorzien van de juiste coating en de juiste kleur. En we hebben in- en uitblaas plenums, geluidsisolerende plenums. En die geluidsisolerende plenums die ga je weer toepassen met een geluidsisolerend slangetje. Slangetje, 160 of 125 diameter, naar inblaasventielen in je plafond. Ook weer afhankelijk van de situatie, moet je daar ook weer kiezen of dat een standaard Brisa 22 is of een high pressure versie. Want de high pressure versie kan dus ook met tegendruk werken. Nou, voor al dit soort toestellen hebben we naast de standaard documentatie en de standaard selectietool, hebben we ook hele specifieke selectietools. En daar kan je op detail engineeren. Nou, dit is een voorbeeld van een Brisa 22 selectietool. In dit geval Nederlandstalig, maar je kan ook de Engelse of de Duitse tekst naar boven toveren, Frans ook. Je kiest rechtsbovenin voor het type toestel, Brisa 22 twee pijps of vier pijps. Ik stel een koelregime en een verwarmingsregime in, bijvoorbeeld 45-40 aan verwarming links en 22 graden ruimtetemperatuur. Ik wil 10-16-25 gaan koelen, relatieve vochtigheid van 50%. En ik krijg dan in de afgifte tabel daaronder alles te zien. Dan kan je nog twee waarden instellen, oftewel een tegendruk aan, in pascals. Dat heeft met een kanalenwerk te maken. Als de tegendruk te hoog is, zal het toestel het niet meer kunnen. Of zal de vermogens afnemen. En je kan de atmosferische hoogte instellen. En we hebben hier net nog iemand op visite gehad, hè, Thomas. En we hebben de vraag gesteld, wat is atmosferische hoogte? Nou, dat heeft alles te maken met hoger gelegen gebieden. Berggebieden en dergelijke. Water kookt in Nederland op zeeniveau op 100 graden. Maar boven in de Alpen en in de Rocky Mountains kan dat best eens een keertje op 34 of 36 graden te koken. En dat heeft alles te maken met atmosferische hoogte. Dus willen wij dit toestel kunnen verkopen in de Rocky Mountains in Canada. En we zitten op 1100 meter boven zeeniveau. Vullen we die waarde daarin en zullen de afgiftetabellen dus ook automatisch daarop worden aangepast. En ook hier zie je dus weer de afgiftes in rood in verwarming. Voelbare en totale koelvermogens. Geluidsvermogens en geluidsdrukken. De flow en de hoeveelheid luchten die we verplaatsen. Dat is ook niet heel onbelangrijk. Dan weet je in ieder geval hoeveel lucht er passeert. En wat ook wel belangrijk is, is de uitblaastemperatuur. Want als die uitblaastemperatuur te laag is, zijn we in Europa, of hier in Nederland, zijn we niet gewend aan hele koude inblaastemperaturen. Vaak willen we dat de inblaastemperatuur 13, 14 graden of hoger is. Anders krijgen we allemaal verschijnsel op ons lichaam dat we zeggen, nou, we lopen te rillen, het is niet echt lekker warm. In Arabië of in Californië, daar wordt gewoon eigenlijk met de meest type manier van koeling gebruik gemaakt. En dan interesseert ze dat niet, in Rio de Janeiro denk ik ook niet. Maar in Nederland is dat vaak en toch een vereiste. En met deze selectietool kan je dus ook de inblaastemperatuur uitlezen. Vaak is die inblaastemperatuur gelijk aan de gemiddelde watertemperatuur. Dus zit ik 12, 16 te koelen, gemiddelde watertemperatuur 14 graden, dan denk ik dat ik wel ergens rond de 15, 16 graden inblaastemperatuur zal hebben. Maar dat is ervaring. En wat ik al zei, geluidsvermogens, geluidsdruk uitlezen. Dus dit is echt een tool voor ingenieurs om heel specifiek te bepalen wat. En hier kan je dus ook interpoleren. Hè? Dus je kan zeggen, joh, ik wil niet op 4 volt en ik wil niet op 6 volt sturen. Maar wat zal het zijn bij 5 volt? Nou ja, dat is ongeveer de gemiddelde waarde tussen die twee
afgiftes of die twee geluidsdrukken die er staan. Maar daar kan je wel op fine-tunen. Vanuit een gebouwbeheersysteem of vanuit een ruimtethermostaat. Dit was wandopbouw, plafond inbouw, plafondopbouw en wandinbouw. Dan hebben wij bij jaar natuurlijk altijd een hele brede selectie. Bijvoorbeeld, we willen de vloer in. Nou, dan noemen we dat de klimakennel. Die is in 10 diep, 13 diep en 19 diep verkrijgbaar. De 10 diep is changeover 2 pijps. De 13 en de 19 is ook nog in 4 pijps versies te krijgen. Ook weer een tankstaal 0 tot 10 volt aangedreven ventilatormotor. Voorzien van een RVS rooster, zodat je makkelijk kan stofzuigen zonder iets te beschadigen. Een condensopvangbak met een condenspijpje om dat af te voeren. En keuzes uit diverse roosters, aluminium, gecoat, gekleurd aluminium, eik- of beukenroosters, gefinist of ongefinist, you name it. In heel veel lengtematen en koppelbaar, dus je kunt ze doorlopend maken. Stel, ik heb een bepaalde breedte van de ruimte, ik wil 1,80 en 1,44 aan elkaar koppelen. Nou, ik kan twee van die toestellen bestellen. En daar zitten de koppelsystemen en de uitbreekplaatjes zitten erbij om daar één doorlopende klimakennel van te maken. Waterzijdig moet je ze dan wel apart bevloeien. Elektrisch kan je ze doorlussen naar de volgende. Kan je ze gewoon in serie zetten. Pakken we de techniek uit de klimakennel, vloerinbouw. En we doen dat in een gerecycled aluminium bakje op pootjes. Dan noemen we hem de Freedom Klima. En daar kunnen we dus vrijstaand voor een glaspartij kunnen we daar actief mee verwarmen en actief mee koelen. Light cooling kan ook, geen enkel probleem. En zo hebben we eigenlijk een heel breed gamma aan afgiftesystemen die kunnen koelen. Want vloerinbouw, vrijstaand, plafondopbouw, plafondinbouw, wandinbouw, you name it. Kleurtjes, vormen, heel veel mogelijk. Nou, dan krijg ik vaak te horen van mijn collega's, maar ook van klanten van, maar hoe ziet het er dan uit? Nou, ik heb wat voorbeeldprojecten erbij gehaald. Het eerste project is Hotel Bruno, heet dat tegenwoordig. Toen we in de bouw bezig waren met Brabant installatietechniek, heette dat nog Pakhuis Meesteren. Een oud pakhuis in Rotterdam-Zuid. Uit dezelfde periode als de VOC in Amsterdam, Verenigde Oost-Indische Compagnie. En hier werd thee en tabak en allerlei specerijen opgeslagen. Bruno Hotelorganisatie heeft gemeend om hier een hotel van te maken van dat pakhuis. Met op het dak longstay appartementen. Er komen met de cruiseboot in Rotterdam, bij de cruise terminal komen er toeristen aan. Die huren voor een maand een longstay appartement. Gaan door Europa heen, naar Leningrad, naar Rome, naar Parijs. Ja, nu niet, maar in de tijd dat het nog kon. En willen daar comfortabel verblijven. Of in een hotelkamer of in een appartement. En daar zitten onze Brisa's 22 in de plafonds weggewerkt. En vooral geselecteerd op basis van geluidscomfort. Want Hotel Bruno wil absoluut niet dat mensen geïrriteerd raken door geluid van de ventcoils. Dus dat was een stevig eis, maximaal 35 dB. Firma Peutz heeft dat nagerekend, uitgerekend. En die zei van nou, jagen voldoet aan de norm. Wij hebben het kunnen controleren. En op basis van een ruimtethermostaat, die zie je op de doorgang hangen. Met een keycard functie worden hier de ventcoils aangestuurd op verwarmen en op koelen. En dit is een tweepijpsysteem. En daar zit een zesweg Belimo-klep voor. Want in de gang loopt wel een vierpijpsysteem. Dus de hotelkamergebruiker kan beslissen of hij wil verwarmen of wil koelen in zijn kamertje. Of appartement. Dan hebben we in Amsterdam-Zuid, in de buurt van de Rai, hebben we het Burgerweeshuis. Het Burgerweeshuis is in 1962 door architect Aldo van Eck getekend. Om onze burgerweeskindertjes onder te brengen. Die moesten ook naar school. En Zadelhof koopt dit pand. En wilde dat eigenlijk weer opnieuw gaan exploiteren. Grootste wens was dit pand duurzaam te maken. Wat is duurzaam? In ieder geval een warmtepompbron als opwekker en afgiftesysteem.
gaandeweg dat proces dat het pand verduurzaamd werd. Er werd ook bekend wie de huurder werd. Bouwfonds Investments. En hier was de grote uitdaging om bij stalen kozijn en enkel glas, monument, daar mogen we niks aan doen, actief te gaan. Verwarmen op lage temperaturen vanuit een warmtepompbron. Een kleine 40, 42 graden aanvoertemperatuur en condenserend te gaan koelen. Nou, we konden niet de vloer in, dus de klimakennel verviel. We hebben geen borstwering om iets aan de wand te hangen. En hoogte is er eigenlijk ook niet om iets aan het plafond te hangen. Dus hier is gekozen voor de Freedom Klima om voor die raampartijen actief te verwarmen en actief te koelen. In combinatie met geconditioneerde lucht. Dus hier hebben de gebruikers, de kantoorbewoners, de mogelijkheid om 3 graden Kelvin ten opzichte van de ingestelde temperatuur af te wijken. Dag en nacht 19 graden geconditioneerde lucht wordt ingebracht. Die hebben we netjes verstopt in de pootjes van de klimakennels. De Freedom Klima, sorry. En kunnen ze met ruimtethermostaten kunnen ze daar van afwijken. Nou, midden in Den Haag, naast het Centraal Station, zit het Hofhaus. Hofhaus is een restaurant, helaas nu gesloten. Ik moet het te vaak herhalen, het begint zelfs pijn te doen. Maar wellicht kan de minister vanavond wat lucht geven. Maar het Hofhaus hebben we te maken met een hele hoge glazen façade. Ondanks dat het een modern pand is met het allerbeste glas wat er nu geleverd wordt in Nederland, hebben we toch te maken met kouval. En indien de kouval ontstaat bij grote raampartijen hoger dan 3,5 meter, adviseren wij altijd dynamisch blokkade. In dit geval met klimakennels. En hier was het specifieke verzoek: kunnen die klimakennels tussen de kolommen ingebouwd worden? Dus in plaats van de standaard klimakennels van een lengte 1,44 hebben we hier wat maatwerk geleverd. Hier hebben we ze 1,60 meter geleverd met het binnenwerk van een 1,44. Het was een bestaand pand wat aangepast moet worden. Dus we zaten ook met de installateur samen te kijken van waar laten we die leidingen. En de installateur heeft dat zeer fraai opgelost. Want die leidingen konden niet vanuit de kruipruimte uit de kelder komen. Dat moest boven de vloerconstructie en die heeft van staal een soort leidinggoot voor langs gemaakt. En dat is in feite ook de fysieke barrière. Wat de beperking geeft dat die restauranttafeltjes en stoeltjes niet verder naar het raam geschoven worden. En onder het raam wordt dus op lage temperaturen hier verwarmd. En hier wordt ook actief gekoeld. Grote vraag en angst van de adviseur opdrachtgevers was van joh. Maar warme lucht, dat geloven we wel, Erik. Warme lucht, dat plakt wel tegen dat raam. Coanda effect, dat stijgt wel op. Maar hoe zit dat nou met die koele lucht? Als we daar koude lucht uit laten komen, dat valt toch gelijk neer over je tafeltje heen. En je zit daar lekker te dineren. Dat gaat toch discomfort opleveren. Dat hebben we bij Jaga een testopstelling gemaakt in het Experience Lab. We hebben het buiten het meetkamertje, meethuisje 30 graden gemaakt en binnen ook. En we zijn gewoon met 16 graden koud water gaan koelen. En we hebben de opdrachtgever en adviseur erbij uitgenodigd. Kom kijken. En wat bleek? Onze klimakennels die werpen die koude lucht gewoon dermate hoog weg. Dat je geen discomfortproblemen hebt als je daar naast zit met je restaurant tafelstoel. Ja, dit was mijn betoog over light en deep koeling. Voor iedereen die hier nog aanwezig is, dank u wel voor jullie aanwezigheid. Over een maand zijn we weer terug met een nieuwe editie, webinar nummer 12. En wij willen jullie opnieuw allemaal hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid, jullie interesse. En hopelijk wederom tot de volgende maand. Jaga, we are climate designers. What about you?